Goedenavond. We gaan beginnen met een gebed in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel en zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Net als niet in bekoring, maar verlos ons kwaad. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij bovenal vrouwen gezegend, is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heer Jozef, Heer Hart van Jezus, onze engelbewaarders, onze heilige patronen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan. Zo, ik ga terug naar het praktische gedeelte. En dan waren we onder het praktische gedeelte bezig over de harttochten. De versterving van de harttochten. Dat komt van pas, want we zijn nu in de vaste. Dus we zijn verondersteld iets te doen aan ons geestelijk leven. En een van de belangrijke zaken is dus de hartstochten. De hartstochten. We hadden gezien de psychologie van de hartstochten. Dat is dus definitie gegeven aan het aantal hartstochten. En nu zien wat voor gevolg dat die hartstochten hebben, namelijk voor ons, die afstammen van Adam en Eva, die door hun doodzonde de erfzonden hebben veroorzaakt, en daardoor zijn de hartstochten niet meer onder controle zoals vroeger. En ja, dus we hebben een speciale paranormale gave, paranormaal. Paranormaal, niet in de zin van esoterisch, maar dat het niet essentieel tot de natuur behoort. Laten we zeggen paranatuurlijk dan. Maar erbij is gevoegd, dat heb ik al de vorige keer uitgelegd toen we het over begrip hadden, om die vereniging tussen ziel en lichaam, geest en materie zo perfect mogelijk te doen verlopen. Want dat is een hele klus. In principe, in de praktijk niet, want God is almachtig, voor hem is dat niets, maar in principe is dat toch een hele klus van een geest te verenigen met zijn tegengestelde, met de materie, en op een harmonische manier, de ziel met het lichaam. Dus het probleem is dat dat lichaam dus zijn eigen gang gaat, en de ziel ook, want dat zijn twee andere werelden. Maar om die te verenigen is er dus speciaal onder andere een gave gegeven geweest, die van integriteit, die maakt dat dus wat dan normaal dus zijn eigen gang gaat in het lichaam, dat het volledig ondergeschikt is aan de ziel die haar wetten heeft, die de geestelijke, die het in geboden heeft, het geweten. Het lichaam heeft geen geweten, hè? Het lichaam, dat is gelijk een dier. We hebben zelfs geen instinct, want we hebben een verstand, dus God heeft ons lichaam geen instinct gegeven. Nog wel een zeer minimaal, dat zijn meer reflexen eigenlijk dan instinct. Maar reflexen hebben we wel, maar dat is we hebben een minimum aan instinct, maar niet dat het ons lichaam werkelijk serieus kan besturen. Daarvoor dient onze ziel. Dus het lichaam kent die zedenwet dus niet, kent het ingeboden niet. Het lichaam weet niet dat het niet mag stelen, dus als die arm iets grijpt, dan weet dat lichaam niet of dat van u is of niet van u is. Dat weet de ziel wel, maar het lichaam weet dat niet. Dat begrijpt u wel. Om het lichaam te onderwerpen, zonder dat het dus opstand pleegt, want het lichaam zoiets willen hebben dat het niet van haar is, dat het niet van de mens is, en dat is aan stelen, en dat mag niet. Dus wordt dus al die neigingen het lichaam zou kunnen hebben, en die niet redelijk zijn, die moeten de reden dus zichzelf opleggen aan het lichaam, zeggen nee, dat niet, dat doe ik niet, of dat doe ik wel, want soms is het lichaam lui en traag, dan moet het iets doen wat het niet wil doen. Dus het lichaam wil soms iets doen wat we niet mogen doen, of wil niet iets doen wat we wel moeten doen, begrijp je? Of het niet doen zoals het zou moeten gebeuren. Dus om het lichaam volledig ondergeschikt te maken aan de ziel, hadden Adam en Eva een speciale gave, dat eigenlijk geen genade is, in de strictste zin van het woord.
Een genade wordt eerder gezegd van wat er gegeven is na de zondeval door de verdiensten van onze Heer Jezus Christus. Dus we spreken van een paranatuurlijke, geen natuurlijke, want de natuur kan bestaan zonder, zoals wij. We hebben die gave van integriteit niet meer, dus en toch hebben wij een menselijke natuur. Het is geen bovennatuur in die zin dat het dus door onze Heer Lieve Heer verdiend is geweest, want het was voordat ons Lieve Heer sprake was van onze Lieve Heer, dat wil zeggen God menswording, dus voor de zondeval. Het is gewoon een gave geweest die supplementair gegeven wordt aan Adam en Eva, samen met de ingesloten kennis en met de onleidelijkheid en de onsterfelijkheid en zo. Dat werd allemaal gegeven aan Adam en Eva. Dus die onderwerping van het lichaam aan de ziel, dus van de hartstochten vooral, aan de ziel, volledig 100%, zonder moeite, die gaven zijn we kwijtgespeeld. En het is daarom dat Adam en Eva zeiden, ja, wij hebben ons verborgen omdat we zagen dat we naakt waren. En God zegt, hoe weet je dat je naakt bent? Dat is omdat je van die boom gegeten hebt. Dus van die boom gegeten hebben ze die integriteit kwijt en plots komt dat lichaam in opstand tegen de ziel en dan voelen ze van alles wat dat onredelijk is en ongepast. En dan, ook al waren ze getrouwd, toch werden ze gewaar dat het niet meer onder controle was zoals voordien. En dan schaamden ze zich van... En dat komt door dat verlies van die gaven. Dus dat moet u weten. Hè. Wat zijn de gevolgen van die hartstochten? Maar die hartstochten, zoals wij ze geërfd hebben na de zonde van Adam en Eva. Wel, de Stoïcijnen, dat zijn filosofen van de Grieks-Romeinse tijd, beweerden dat de hartstochten kwaad zijn in zich en uitgeroeid moeten worden. Dat is natuurlijk niet waar, dat is verkeerd, want er stort Adam en Eva uit de hartstochten, maar die waren alleen volledig onder bedwang. Dus dat zijn krachten, natuurkrachten, die je nodig hebt om goed te functioneren. Dus de kracht in zichzelf is niet slecht. Maar natuurlijk, omdat die kracht voortdurend ontregeld was, kwam dat over alsof die slecht was, maar hij is niet slecht in zich. Hij is slecht om geworden door de zondeval. Dus in zich is hij goed. Zoals een mens in zich goed is, dat hij door God geschapen is, maar uiteindelijk slecht geworden is door zijn verkeerd gebruik, zijn misbruik van zijn wil, dus om te zondigen, wordt hij slecht. Dus daar vergissen die Stoïcijnen zich in. Ja, die hebben de openbaring niet gehad. Die constateren dat de hartstochten, iemand die hartstochtelijk gierig is, dat is iets slecht. Iemand die hartstochtelijk op seks vrouwen zit, dat is ook slecht. Dat wordt een ellendeling. En iemand die hartstochtelijk, ik weet niet waar, een passie heeft voor muziek of zo wat, die is niet met iets anders bezig, die maakt er een afgod van. Dus waar je hartstochtelijk mee bezig bent, op een ongeregelde manier, daar dreigt je dus een afgod van te maken. Het doel van heel je leven, uiteindelijk. En dat kan van alles zijn. Meestal heeft het te maken met liefde tussen man en vrouw, maar niet alleen dat. Niet alleen dat. Dus iemand kan hartstochtelijk van zijn land houden, zoals de Romeinen hielden hartstochtelijk van Rome, en die hadden er alles voor over. Rome werd dus een godin. Enzovoort. De Epicuristen daarentegen, dat zijn ook weer filosofen van de Grieks-Romeinse tijd, Griekse filosofen, vergoddelijkten ze, de hartstochten, ziet je wel, dus dat is het tegenovergestelde. De liefde, de passie, de seks kan sterker zijn dan de mens. Dus het is God, het is een godin, het is Venus. De haat kan krachtiger zijn dan de mens. Dus het is een god, het is Mars. De geldzucht kan sterker zijn dan de mens. En dus het is een god, het is Mercurius, Hermes in het Grieks. De alcohol is sterker, die kan sterker dan de mens. Dus het is een afgod, het is Dionysius, Bacchus. Enzovoort. Dus de Epicuristen vergoddelijkten ze en verkondigden luiden dat men ze moet involgen.
Ja, dat is het tegenovergestelde van het stoïcijnen. Dus beiden hebben ze ongelijk. Ze hebben een stuk gelijk en een stuk ongelijk. De ene hebben te weinig en de ander te veel. Dit noemen ze de hedendaagse epicuristen. Zich uitleven. Dus in het dagelijks heb je nog mensen die zeggen, je moet van het leven genieten, dus je moet je uitleven, je profiteert ervan, je leeft maar één keer enzovoort. Dus, dan gaat die richting op van carpe diem. Hè. Dus profiteer zoveel mogelijk het maximum dat je kunt. Dus geen rekening houden met wat we hier eigenlijk komen doen, namelijk we zijn hier eigenlijk het eeuwig leven aan het verdienen. Dus nee, ze proberen hier het maximum uit te halen en na de dood hebben ze niks te verwachten. Jawel, ze hebben wel iets te verwachten, hebben ze de hel te verwachten, maar dat willen ze niet aannemen. Het christendom houdt de middenweg tussen deze twee uitersten. Ja, ziet je de middenweg? Dat wil zeggen de gulden middenweg. Niets van wat God in de menselijke natuur heeft neergelegd is kwaad, dus hartstochten zijn ingeschapen, dat is goed. Onze Heer Jezus Christus zelf had hartstochten. Hij heeft bemind, niet alleen door de wil, maar ook met het hart. Hij heeft geweend over Lazarus en het trouweloze Jeruzalem. Hij heeft geweend over Jeruzalem, Jeruzalem, over zijn volk, dat hij ziet verloren gaan. Hij heeft zich laten vervoeren door een heilige gramschap. In de tempels slaat hij twee keer de kooplieden naar buiten. Hij heeft vrees gehad. Vrees tot aan het zweten van water en bloed. Dus hij heeft de hartstocht gehad van angst. Dat zeker en vast. Hè? Want dat moet een zeer zware gevoel geweest zijn. Een negatief gevoel. Omdat hij al de details van zijn lijden gezien heeft. En het feit dat voor veel mensen dus niet zou opbrengen. Zou nutloos zijn omdat de mensen met hun vrije wil ook dat weer eens gaan verwerpen. Na de zondeval gaan ze ook de verlossing weer verwerpen. Ze vallen in het water door hun eigen schuld en dan gaan ze ook nog eens de reddingsboei verweigeren. Droefheid, verdriet ondergaan, toch heeft deze hartstochten telkens onder volledig bedwang gehouden van zijn wil en aan God onderworpen gehouden. Zonder moeite. Zoals Adam en Eva. Zonder moeite, want hij had de erfzonde niet. Worden echter de hartstochten niet beteugeld, dan hebben ze noodlottige uitwerking. Ja. Dus wij hebben die automatische beteugeling niet meer, maar wij moeten ze dus expres gaan beteugelen. Wij moeten daar een inspanning voor doen. Wij moeten eerst beseffen dat we hartstochten hebben, dat we moeten eerst weten waar het over gaat. En we moeten ze niet helemaal uitroeien, want dat kan niet. Maar we moeten ze veel mogelijk wel onder bedwang houden. En hoe doen we dat? Ja, dus wij hebben geen rechtstreeks imperium meer, geen bevelvoering meer van onze wil over die hartstochten. Dus we moeten ze proberen op te voeden, zoals een kind of een hond die je moet opvoeden of drillen. Dus wij moeten ze met een tactiek te werken. Bijvoorbeeld de gelegenheden vermijden tot zonde, geen te opwekkend voedsel gebruiken of alcohol. Een gezond leven leiden, dus dat men niet in spanning geraakt, dus niet stress probeert te vermijden. Veel bidden, hè, dus zo. Dus wij hebben allerlei middelen om die hartstochten, dat zullen we laten zien, om die hartstochten onder controle te krijgen. Maar dan op een andere manier dan Adam en Eva, die gewoon dat moesten willen en het was zo. Dus zoals onze Heer Jezus Christus ook en Maria, dat ging vanzelf bij hen, omdat ze de erfzonde niet hadden. Dus als men ze niet beteugelt op de een of andere manier, dan hebben ze noodlottige uitwerkingen. Want de mens gaat dan volledig slaaf worden van dat object van die passie. En dat is zijn doel niet. Het doel waar dat de mens gelukkig maakt, is God. En als de mens iets anders tot God maakt, dan wordt hij ongelukkig. Als hij alcohol tot God maakt, dan weet je wat, drugs, seks, macht, geld, dat draait altijd uit op ongelukken, een ongelukkig leven. Zij moeten dus gedwongen en aan tucht gewend worden, die hartstochten. En dat is wat wij noemen versterving. Er moet iets sterven, namelijk de ongeregeldheid moet afsterven. Niet de hartstocht moet afsterven, maar de slechte gebruik ervan, de slechte gewoontes moeten afsterven.
Wat zijn nu de gevolgen van die ongeregelde hartstochten bij ons, dus bij diegenen die de erfzonde hebben geërfd? Ongeregeld noemt men de driften. De driften, dat zijn de laagste hartstochten. De diepte, de laagste hartstochten, de driften. Ongeregeld noemt ze welke een verboden zinnelijk goed of ook een geoorloofd goed, zoals eten en drinken en geslachtsgemeenschap hebben binnen het huwelijk. En eten en drinken met mate, dat is een geoorloofd goed, dus dat is een zinnelijk goed. Een geoorloofd goed, een geoorloofd zinnelijk goed, doch met te veel aandrang en zonder hoger doel. Dus als men dan eet alleen maar om te eten, alleen maar om de smaak, dat is al niet goed, niet meer. Najagen. Deze onbeteugelde hartstochten, die een ongeoorloofd goed, zinnelijk goed, najagen, of een geoorloofd goed, maar op een overdreven, onmatige manier. Ten eerste, ze verblinden de ziel. Ze matten de ziel af en doen haar lijden. Ze verzwakken de wil en ze besmeuren de ziel. Dat zijn de gevolgen van die hartstochten die niet bemeesterd zijn. Die niet onder controle zijn. Ten eerste, ze verblinden de ziel. Inderdaad. Iemand die gepassioneerd is, die ziet niet meer de situatie objectief, maar die is subjectief. Hoe meer passie, hoe meer subjectief dat, dat ze alles gaan zien met een bepaalde bril. Dus iemand die passioneel geld en macht verzamelt, die gaat alles zien. Elk moment gaat hij alles zien, alle relaties, al wat hij doet, en gaat hij zien hoeveel brengt het mij op. Voortdurend hoeveel brengt het mij op. Dus hij gaat de rest niet zien. Hoeveel goed of kwaad het doet, daar is hij blind voor geworden eigenlijk, min of meer. Inderdaad, ze gaan te werk met heftigheid, zonder de reden te raadplegen. Het feit dat men geld opbrengt, oké, dat is in orde. Zonder verder na te denken. Meestal, als je veel geld verdient, komt er dan het een of het ander gebod van God in het gedrang. De rechtvaardigheid, om te beginnen, de relatie met de naaste, dat je mensen gaat benadelen. Dus ze zeggen dus, de rijkdom, de overdreven rijkdom, stapt over lijken. Hè. Dat wil zeggen, men is niet verlegen om een zware doodzonde te verplegen, om aan geld te geraken, veel geld of macht. Enkel geleid zijn ze door de aantrekkingskracht van het genot. Het genot van dat of dat te bezitten. Ik heb nu het geld genomen, dat kan van alles zijn. Dat kan eten zijn, dat kan reizen zijn. Mensen die willen zien, die zijn gepassioneerd door sport. Ik ken mensen die verslaafd zijn aan de sport. Enzovoort. Dergelijke handelwijze moet verwarring stichten in het oordeel van de rechte reden. Dus dat men met heftigheid, zonder de reden te raadplegen, enkel geleid is door de aantrekkingskracht van het genot, dan is natuurlijk de reden helemaal uiteindelijk in verwarring. Want die reden zegt, ja, maar dat is eigenlijk niet goed. Wat dat je doet, of dat is te veel, of dat is te weinig. Het zinnelijk begeervermogen zelf is van nature blind, zoals ik zei. Het lichaam weet niet wat goed of kwaad is. Het lichaam op zichzelf. Daarom heeft het lichaam de ziel nodig om te functioneren. En voor de dieren is dat dan, zoals ik zei, het instinct. Dus die hebben dat ook nodig, om te weten wat goed en kwaad voor hen is. Laat de ziel zich door de passies geleiden, dan wordt zij eveneens verblind. In plaats van zich te richten door plicht, de plicht wat ik nu, hier en nu moet doen, laat ze zich voeren door een ogenblikkelijk genot. Het is alsof een nevel, een stofwolk, door de driften opgejaagd, haar belette de waarheid te zien.
Ze wil ze eigenlijk niet meer zien. Want ze wil die hartstocht voldoen. En de waarheid zien, dat zal die hartstocht in de weg staan. En dus willen ze die uiteindelijk niet. Hè? De goddelijke wil. Wat wil God eigenlijk van mij op dit ogenblik? Het plichtbesef. Wat moet ik eigenlijk doen? Hè? Hebben een scherpe omleiding voor haar verloren. Zij is niet meer in staat om een gezond oordeel te vormen. Na een tijd is het geweten verstomd, afgestomd. Ondertussen is hier een vraag opgedoken. Mensen die helderziend zijn, is dat dan een gave die nog afkomstig is uit de toestand van Valerina? Ja, maar Ilder Meyer was niet helderziend, hè? Dat wordt zo gezegd, maar die was niet helderziend. Die had gewoon de gave van profetie. Ja. Helderziendheid, dat kan drie oorzaken hebben. Ofwel God, ofwel de duivel, ofwel de natuur. Als het de natuur is, dat komt zelden voor, maar dat kan gebeuren. Dan is het goed. En dat kan een overblijfsel zijn. Dat is een of andere zeer fijne intuïtie, een zeer fijn aanvoelen. Zo. Een helderziendheid, ja. Als van God komt, heet dat profetie. En als van een duivel komt, dan is dat gewoon spiritisme uiteindelijk. Hè. Alois Ilmaier, dat was een profeet. Die heeft dat van Maria gekregen. Dus die was niet al de zin van... Dat wordt zo door de wereld en door de gazetten, door de kranten, wordt hij zo voorgesteld, helderziende. Maar dat is omdat ze dus niet in de bovennatuur geloven. Maar ze zien wel dat hij dus toekomstvoorspellingen doet die uitkomen. Dan noemen ze dat helderziend. Maar dat is de wereld noemt hem helderziend. Dus wij christenen noemen hem gewoon profeet. Hè. Hij heeft profetische gaven. De tweede, de passies, de hartstochten, die dus ongeregeld zijn. Die ten tweede matten de ziel af en doen haar lijden. Dat is evident, dat kun je dus zelf ook al besluiten. Want je weet, de ziel is gemaakt voor God. En daar vindt ze haar geluk. Dus de hartstochten leiden af van God en zijn passioneel gericht op een schepsel of schepselen. Dus de ziel vindt daar haar volledige voldoening niet. En daardoor leidt ze en wordt ze afgemat. De heilige Johannes van het Kruis zegt, de driften zijn als kleine, ongeduldige kinderen die men niet tevreden stellen kan. Zij vragen hun moeder nu dit, dan dat, en zijn nooit voldaan. Een gierig hart vermoedt zich tevergeefs met graven om een schat te bemachtigen. Denk maar aan de goudzoekers in Amerika. Wat die er allemaal hebben voor over gehad. Sommigen zijn zelfs gestorven, gedood door de Indianen, want ze kwamen op vreemd gebied terecht om naar goud te zoeken, dag en nacht, bij wijze van spreken. Klein voorbeeld. Zo ook maakt de ziel zich af om te bereiken wat haar lusten vragen. Is er één gedaan, dan komen de andere begeerten op en brengen haar in last, omdat niets haar volledig bevredigen kan. De lusten matten de ziel af en kwellen haar. Zij is treurig te moede, onrustig heen en weer geslingerd, zoals de golf door de wind. Want de ziel wordt aangetrokken door dingen en die kunnen haar niet volledig, die kan wel gedeeltelijk genomen, maar dan alleen maar gedeeltelijk. En uiteindelijk is nadien nog meer honger. Dat is zo met iedere verslaving. Hè. Bijvoorbeeld, hoe meer als je begint alcoholverslaafd te worden, dan moet je steeds meer en meer alcohol. Met drugs is dat gekend. Je stookt steeds meer en meer drugs. Maar dat is bij alle verslavingen eigenlijk zo. Hè. Dus het mat de ziel af en doe naar lijden, want ze voldoet de ziel niet. De ziel is daar niet voor gemaakt. Hieruit volgt lijden. Dat heviger is naarmate de driften krachtiger zijn. Want zij kwellen onze ziel tot ze bevredigd worden. Die mensen willen bevredigen, zoeken naar bevrediging. En gelijk bij het eten de eetlust nog toeneemt, dat zegt men,
Al eten krijgt men eetlust, dat is een spreekwoord. Hè? Zo vragen ze ook telkens meer. Stribbelt het geweten tegen, hetgeen dat normaal is, want het geweten kunt je nooit helemaal doen zwijgen, dan worden zij ongeduldig, die hartstochten. Roeren zich, prikkelen de wil om toe te geven aan hun begeerte, die altijd weer een nieuwe voortbrengen, nieuwe begeerte. Het wordt een onbeschrijfelijke foltering. Zoals die hier gaat, die steeds gefolterd wordt omdat hij vreest het geld dat hij heeft zal verliezen, dat er dieven zijn, dat er mensen zijn die hem bedriegen, dat hij te veel moet uitgeven. Die heeft altijd voor hem is dat een verschrikkelijke pijniging van geld te moeten uitgeven, belastingen, taksen, iets te moeten betalen. Dat is voor hem een foltering. Dus dat is gewoon niet meer normaal. Enfin, ik spreek over een extreem geval, hè, dus, maar dat bestaat. Vervolgens, die hartstochten, die verzwakken ook de wil. Dus die verbinden niet alleen het verstand, en zij maken niet alleen de ziel af, maar ze verzwakken de wil. Maar ja, want de wil, die doet niet meer wat hij weet dat goed is. Die wordt afgeleid door die hartstochten, die wordt verplicht om te doen wat die hartstochten wil, die doet niet meer eigenlijk wat hij zelf wil, wat hij weet door het verstand dat goed is. Dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Dus die wil wordt dus getiraniseerd door die hartstochten. De ziel wordt getiraniseerd door het lichaam. De opstandige driften zoeken de wil nu hier en dan daarheen te drijven. Aan alle zijden wordt hij aangevallen, dus de wil. Hij moet dus zijn krachten overal aanwenden en daarom is hij ook zwakker. Geeft hij iets toe, dan verliest hij aan kracht en neemt de hartstochten toe in sterkte. Evenals onnutte loten, dat wil zeggen scheuten op een plant, die beneden aan de boomstam wilderig uitschieten, groeien de onbeteugelde driften steeds aan en onttrekken vele krachten aan de ziel. Dus die uitschieters, die moet gerust snoeien om alle kracht te geven aan een boom, de bloemen en de vruchten. Moet je die bloemenloze en die vruchteloze scheuten, die moet je dus snoeien. Hè? Anders gaat je een boom uitputten. Gaat er veel sap naar die onnuttige takken en dan geeft hij minder vruchten en minder sappige vruchten. De uitslag is te voorzien. De ziel door het herhaaldelijk toegeven, verzwakt, valt in verslapping en lauwheid, bereid tot inwilliging van elke eis der begeerte. Uiteindelijk. Vervolgens, zij besmeuren de ziel. Dus dat is het laatste wat die hartstochten doen. Wanneer deze door de bevrediging van de hartstochten, deze dus de ziel, zich bij de schepselen voegt, dus die ziel, dus doordat die de hartstocht volgt, die op een schepsel gericht is in plaats van op God, verlaagt zij zich tot dat schepsel, want dat schepsel wordt in praktische zin tot een soort God verheven, een afgod. Dus wanneer een ziel zich laat leiden door de hartstochten, dan verlaagt zij zich tot op het peil van dat schepsel, waaraan ze dus ongeregeld gericht is. En neemt hun boosheid en smetten over, dus van die hartstocht. Dus van die zonde, dat wordt eigenlijk een zonde, hè, van tenminste van onmatigheid en al de rest. Als dat geld is, kan dat diefstal zijn. Als dat seks is, dan kan dat dus onkuisheid zijn. Is dat een carrière, kan dat hoog moet zijn, dus kan van alles zijn. Is dat eten, dan is het gulzigheid. In plaats van het zuivere beeld van God te zijn, de ziel, hè, wordt zij, de ziel, het beeld van de dingen waaraan zij zich hecht. Stof en onreinheden komen de glans van haar schoonheid verdoven en beletten haar volmaakte vereniging met God. Nou ja, je ontvangt eigenlijk van waar je u op richt, dus als doel. Als de ziel zich
als doel stelt geld en macht, dan begint ze daar alles van over te nemen, van het geld en van de macht. Al het goede, maar ook het kwade. Ja. Ik vrees niet te zeggen, als door de heilige Johannes van het Kruis, dat één enkele ongeregelde neiging, ook al is zij niet grotelijkse zondig, voldoende is om een ziel zo duister, lelijk en onrein te maken, dat iedere innige vereniging met God haar, zolang die bestaat, voortduurt onmogelijk is. Dus de innige vereniging. De staat van genade is nog wel mogelijk, maar niet de innige vereniging. Wat dan te zeggen van een ziel, welke de afzichtelijkheid van alle natuurlijke lusten heeft, aan al haar driften is overgegeven. Hoe oneindig ver zal zij afstaan van de zuiverheid van God. Hoe lang men er ook over spreken of redeneren, nooit zal men erin slagen duidelijk weten te geven wat al onreinheden zo velerlei slechte neigingen op een ziel werpen. Iedere drift laat haar eigen vuilnis en afzichtelijkheid in de ziel achter. Bijvoorbeeld nu is bijvoorbeeld de hartstocht van de schermpjes. Die zijn nog bijgekomen, dat bestond vroeger niet. De schermpjes, mensen die hartstochtelijk met de schermpjes bezig zijn. Dat ziet men met de jeugd en ook met andere mensen die voortdurend met het schermpje bezig zijn. Wel, die ziel die wordt schermke, bij wijze van spreken. En al wat er door dat schermke naar die ziel toekomt, die wordt daardoor eigenlijk besmeurd en verlaagd. Het besluit is, wil men dan tot de vereniging van met God komen, dan is het bepaald vereist om alle, ook de kleinste hartstochten, te versterven. In zoverre zich namelijk ze vrijwillig en ongeregeld zijn. De volmaakte vereniging veronderstelt immers, dus met God, waar we moeten naar streven, hè, dat er in ons niets tegenstrijdigs is aan de wil van God, geen enkele gewilde ongehechtheid aan het schepsel en aan onszelf. Zodra we ons laten vervoeren door eigen hartstocht, zijn we niet meer geheel met God verbonden. Met God verbonden, dat betekent hetgeen dat voor ons eigenlijk door de genade de bedoeling was van God, van met hem verbonden te zijn. Dus de eenheid met God gebeurt vooral door geloof, hoop en liefde, vooral door de liefde van God, en dan door alle deugden die ten dienste staan van geloof, hoop en liefde. En al de genade en gaven van de Heilige Geest. Dit geldt vooral voor de gehechtheden die niet voorbijgaand, maar blijvend zijn. Dus ik heb een blijvende gehechtheid aan te veel suiker eten. Blijvend, dat heb ik nog niet uitgeroeid, dat is niet onder controle. Ja, dus dat blijvend is, dat beschadigt uw ziel. Dat verhindert u om naar de heiligheid te komen. Dat zal u misschien niet in doodzonde zetten, wellicht niet, dus gulzigheid van een beetje van suiker, dat is geen doodzonde. Maar het verhindert de weg naar de heiligheid. Het is een hinderpaal. Je gaat niet vooruit. En je dreigt achteruit te gaan. Zij verlammen de wil ook. Of verlammen, dat wil zeggen maken hem meer en meer lam. Dus minder krachtig. Ook dan wanneer zij nietig zijn. Zeer klein. Dus een kleine ongeregelde gehechtheid kan de wil ook ergens dus tegenhouden. De heilige Johannes van de Kruis zegt hieromtrent: het is juist gelijk of een vogel met een dun of met een dik koord verbonden is aan een boom bijvoorbeeld. Hij zal niet kunnen opvliegen dan nadat het verbroken is. Hoe dun die draad ook is. Hoe dun die draad ook is, zolang die niet verbroken is, kan de vogel niet opvliegen. Voilà. Ondertussen is er nog een vraag hier. Hoe geraken zulke verslaafde mensen aan dominerende hartstochten er dan van af? Maar ze zien het zelf niet meer als ze gevangen zitten. En wat dat steeds dat ze moeten doen, dat is ze moeten inzien dat ze dus
in de zonde zitten, dat ze dus slaaf zijn, dat ze verslaafd zijn. Dat is algemeen geweten. Bijvoorbeeld de AA-club, de anti-alcoholistenclub, die probeert alcoholverslaafde mensen te helpen. Die zeggen allemaal, het eerste wat een alcoholist moet doen om te kunnen helpen, is bekennen dat hij alcoholist is. Als je dat niet bekent, kun je niks doen met hem. Want hij zal, ik ben niet ziek, waarom moet ik een behandeling ondergaan? Wat ik doe is normaal. Dus af en toe een pintje, ja. Af en toe een pintje om elk uur zo. Elk uur of elke 10 minuten een pintje of een kwartier. Ze zien dus niet in dat zij verslaafd zijn en dan kun je ze niet helpen. Dus het eerste wat ze moeten doen, dat is bekennen dat ze verslaafd zijn. Je kunt ze wijzen op de wanorde die ze veroorzaken, op het feit dat ze niet doen zoals andere mensen. Dat het dus ook lichamelijk niet gezond is wat ze doen. Bijvoorbeeld te veel bier, alcohol. Dat ze ook op het werk niet goed vinden functioneren. Dat thuis er spanningen zijn, dat er veel geld er naar uitgaat, enzovoort. En dat er dan geen geld meer is voor normale dingen. Dus je kunt ze doen inzien, je kunt het onredelijke laten inzien door te argumenteren en door feiten. Dat is het allereerste wat je kunt doen. En ook zeggen dus dat het met, als hij gelovig is, dat het met de 10 geboden van God niet overeenkomt. Met de matigheid en de versterving en de, enzovoort. En als hij dat aanneemt, ja, dan kan men dus helpen hè, door het te vermijden van de gelegenheden. Een alcoholist mag geen café meer binnengaan. Enzovoort, het vermijden van de gelegenheden. Dan het, een gebedsleven, een sacramenteel leven, biecht en communie, zoveel mogelijk. En dan zich toeleggen op het tegenovergestelde deugd, de wil versterken. Dus leren aan de wil van verstervingen te doen. Kleine verstervingen die ze aankunnen, maar steeds meer en meer. Dus de wil opvoeden. Enzovoort, er zijn allerlei tactieken om die mensen eruit te halen. Dus met goede wil en met de genade van God, dus met een gebedsleven en sacramenteel leven, dan kan men altijd uit alle problemen geraken. Dus met God is altijd sterker. Als men maar van goede wil is, dan is er altijd een oplossing. En dat is juist de blijde boodschap. Jezus is de verlosser. Maar er moet goede wil zijn. Dan komen nu de voordelen van de goed geregelde hartstochten. Wanneer echter de hartstochten wel geregeld zijn, wanneer de hartstochten goed geregeld zijn, dat betekent dat ze gericht zijn naar het goede, beteugeld, dus dat zij onder controle zijn, dat je ze toelaat zover te gaan dat het goede wordt veroorzaakt en niet zover dat het begint slecht te worden, dus beteugeld. Onderworpen aan de wil, het is de wil die het gezond verstand volgt. Het gezond verstand volgt het geloof. Het geloof is onderworpen aan de openbaring. En de wil is onderworpen aan het gezond verstand. Dat is de juiste hiërarchie. Als dus de hartstochten onderworpen zijn dan aan de wil, dan zijn ze van onschatbaar voordeel. Want het zijn krachten die door God gegeven zijn. Het zijn levende krachten, vol vuur, de sterkte, die ons verstand en onze wil tot werken prikkelen en hun aldus van grote dienst zijn. Bijvoorbeeld, als men hartstochtelijk heilig wil worden, dan is men goed bezig. Dan gaat men er alles aan doen om heilig te worden, om de zonde te vermijden en de deugd te beoefenen. Met hartstocht, dag en nacht, met liefde tot God enzovoort. Men moet hartstochtelijk van God houden, van Jezus Christus. Dus de hartstochten moeten gericht zijn op een hoger doel en dan zijn ze goed. Ze werken op het verstand. En het verstand kan bevoelen worden. Ik besluit nu om na te denken, om te studeren. Dus zij werken op het verstand. Ze wekken in ons de lust op tot arbeid en de begeerte, de verlangde kennis naar waarheid. Dus iemand die wil heilig worden, die gaat dus door de catechisme bestuderen, die gaat de heilige schrift bestuderen, die gaat
zoals wij hier geestelijke schrijverstankerij bestuderen, die gaat het allemaal uitlezen en bestuderen, proberen in praktijk te brengen, en die gaat sommige dingen uitdiepen, de spiritualiteit van Franciscus van Sales, de inleiding in het devote leven, die gaat navolging van Christus doen, die gaat zitten mediteren, die gaat de tijden van Sint-Ignatius volgen, die gaat dus allerlei oefeningen doen, die gaat het roze noetje bidden, zelfs de rozenkrans, die gaat proberen elke dag de mis te volgen, communie te doen, geestelijke of zelfs die gaat zelfs verhuizen om elke dag een goede mis te hebben en elke dag een goede communie te hebben. Als hij, dus die gaat er alles aan doen, die gaat zelfs een regel proberen te hebben, die probeert religieus te worden als het mogelijk is. Dus die is daardoor helemaal gepassioneerd, maar dan in een goede zin, hè? Dus die wordt gelukkig. Hè? Die gaat zalig worden. Jezus zegt, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, dat is het, hè? Dat is de passie voor de gerechtigheid. Dat wil zeggen, wat is goed, wat is gerechtvaardig, wat wil God? Zalig, dat is een zaligheid. Zijn wij, in goede zin, hartstochtelijk met iets ingenomen, dan schijnen we heel oog en oor om het te kennen. We begrijpen het gemakkelijker en onthouden het met veel minder moeite. Wie bijvoorbeeld bezield is met een vurige vaderlandsliefde en gedreven wordt door een geestdriftig verlangen zijn medeburgers van dienst te zijn, zal met meer ijver, met meer volharding en betere uitslag werken dan wanneer hij zulk een ideaal mist. Hij wordt gewoon opgeroepen om te gaan vechten in het leger tegen zijn goesting. En die ander die gaat heel actief zijn, die gaat zelfs voordat hij opgeroepen wordt, al in de weerstand gaan. Hè? Onderduiken in de weerstand gaan om zoveel mogelijk zijn vaderland te dienen. Doch vooral zo zijn geestdrift uitgaat naar Jezus Christus, zal hij het evangelie met veel vuriger ijver bestuderen, het beter begrijpen en smaken. De woorden van de meester zijn voor hem Gods spraken, die schitterend licht verspreiden in zijn ziel. Dus zij werken ook, dus die hartstochten die goed gericht zijn, werken ook op de wil. Om hem mee te slepen en zijn krachten te verdubbelen. Wat men met liefde doet, wordt beter gedaan. Wie bemint, telt niet meer. Die gaat niet berekenen. Die gaat niet zitten berekenen. Niets is te veel voor de liefde. Dat is 1 Korintiërs 13. Wat men met liefde doet, wordt beter gedaan, met meer zorg, meer volharding en gunstiger gevolg. Wat doet een moeder niet om het leven van haar kind te redden? De meeste echte goede moeders zijn gepassioneerd, houden van hun kinderen. Ze als een leeuwin gaan ze hun kinderen beschermen tegen al het kwaad. Tegen alles wat bedreigend is voor de kinderen. Tot hoeveel heldendaden heeft de vader als liefde niet gedreven? Kijk naar de boerenkrijg. Hè. Naar de matade van Gorkum. Dat was dan niet voor het vader, maar voor de kerk. Wanneer een heilige van geestdriftige liefde tot God en de mensen bezield is, denk aan een pater Damiaan, die naar Molokai vertrekt, wijdt hij ook voor geen moeite, voor geen offer, voor geen vernedering om zijn broeders te redden. Die werken van ziel en ijver worden ongetwijfeld ingegeven door de wil, maar door de wil bezield, geprikkeld, ondersteund door een heilige hartstocht. Wanneer nu het zinnelijk en het verstandelijk begeervermogen, dat is wanneer het hart en de wil samenwerken en hun krachten richten naar éénzelfde doel, dan kan het niet anders of de uitkomsten zullen ook veel beter en duurzamer zijn. Er is dus veel aan gelegen te weten hoe wij de hartstochten kunnen benutten. En daar gaat het een andere keer over hebben. Het goed benutten door hartstochten. Of hebben we nog een kwartiertje, we kunnen nog iets over zeggen. Wel, zegt Tanqueray, wij zullen eerst de zielkundige, dus de psychologische grondregels bespreken die dienstig zijn tot het verlichten van onze taak, het goed benutten der hartstochten. Dan zullen we uitleggen hoe men aan de verkeerde hartstochten weerstaat,
of aan het verkeerde van de hartstochten gestaat, hoe men de hartstochten naar het goede richt en eindelijk hoe men ze beteugelt. Dus men moet de hartstochten afwenden van het kwaad, ze onder bedwang krijgen en dan naar het goede richten. Dat is logisch, hè? Dat doet men ook met, als men een paard wil temmen, dan doet men dat hetzelfde. Hè? Of een hond wil africhten. Ten eerste de zielkundige of psychologische grondregels van praktisch nut. Om de heerschappij te verkrijgen over zijn driften, dat zijn de diepste hartstochten, de laagste, moet men voor alles vertrouwen op Gods genade. Dus ook op het gebed en de heilige sacramenten. Dat is geen dat ik dat straks gezegd heb. Doch moet men ook met oordeel te werk gaan, gezond verstand, die de juiste maat weten te zeggen, volgens de beginselen van de zielkunde, de psychologie. Ten eerste, ieder idee streeft naar de overeenkomstige handeling. Als men een idee in het hoofd heeft, een goed idee, en men bemint dat idee, dan moet men dat uitvoeren. Vooral wanneer zij vergezeld gaat van hevige gemoedsaandoeningen en sterke overtuiging. Dus je hebt een idee dat je graag hebt, dat je bemint en dat je volledig van overtuigd bent. Dan gaat je dat willen doen, in praktijk brengen. Zo zal het denken aan een zinnelijk vermaak, wanneer men het zich levendig door de verbeelding voorstelt, tot een zinnelijk verlangen en dikwijls tot een zinnelijke handeling opwekken, terwijl daarentegen het denken aan edele daden en naar gelukkige gevolgen, bijvoorbeeld het lezen van een heilige leven, tot zoiets weer zal aanzetten dat daarmee overeenkomt. Dit geldt vooral van de gedachten die niet abstract, koud of kleurloos blijven, maar die door de verbeelding ook vorm en leven aannemen en daarom ook aanlokken. Dus je wilt bijvoorbeeld... Je reist graag. En dan gaat u een reis voorstellen naar de Caraïben en je gaat daar op internet uitzoeken hoe dat eruit ziet. Wauw, mooi strand, wat er allemaal te doen is. Je gaat er naar kijken en je gaat alles... Hoe meer dat je naar kijkt, hoe meer dat je mee bezig bent, hoe meer dat je er aangetrokken wordt. Dat is logisch, hè? Dan had mijn zoon ergens... Ik zou graag op reis willen gaan, ja. Welke reis? Weet ik nog niet in het algemeen. Dan is dat minder sterk dan dat je het heel concreet is, iets dat je graag hebt en dat heel concreet is. Je weet al hoeveel dat kost en hoeveel dat je naartoe kunt. En je weet al dat bijna, hoe meer details dat je weet, hoe meer het aanlokkelijk is. Van deze gedachten kunnen we gerust zeggen dat ze een kracht zijn. Dat wordt gezegd, hè? Gedachten zijn krachten. Een kracht, een begin van handelen. Men wil dus de boze hartstochten in bedwang houden. Wel, dan moet men ook met alle zorg iedere gedachte, iedere bekoorlijke voorstelling van het verboden vermaak afweren. Dus als je er vanaf wilt geraken, dan moet je er gewoon niet meer aan denken, zo weinig mogelijk denken aan die dingen die dus ongeregeld zijn, waar je ongeregeld toe aangetrokken voelt. Dat is eigenlijk het vermijden van de gelegenheden, maar de innerlijke vermijden, dus het innerlijk u ervan afstand nemen, hè. Gewoon niet meer aan proberen te denken. Of iets anders denken. Verlangt men echter de goede hartstochten of gevoelens te ontwikkelen, moet men die gedachten en voorstellingen, welke ons de plichten en deugden van de goede zijden doen zien, in zich onderhouden en wel zo helder, zo levendig mogelijk. Dat is juist de bedoeling van de meditatie. Mediteren, onze lieve vrouw, overdacht alles in haar hart wat ze van Jezus zag. En zo begreep ze Jezus nog beter en beminde ze hem nog meer. En kwam ze Gods wil nog beter te weten om hem beter te doen. En zich zelf nu beter aan het onderwerpen en zo heiliger te worden. Dus dat is dus de kwade gedachten die moet men proberen te vermijden en de goede proberen te ontwikkelen. Dat is evident. Zolang een idee, een gedachte... niet door een andere verdrongen of uitgewist wordt, doet zij haar invloed gelden. Dat is het principe. Zo doet een slechte, onreine begeerte haar prikkeling voelen, zolang zij niet onderdrukt wordt door een edeler gedachte.
Wil men zich dus bevrijden van slechte gedachten, dan neemt men bijvoorbeeld een boek ter hand en begint men te lezen, een goed boek, die tot de verbeelding spreekt en die met dingen bezighoudt die je dan ook bemint, maar die goed zijn. Hè. Zolang tot die slechte gedachten door goede uit de geest verdrongen zijn. Want het nog een principe is, je kunt geen twee dingen tegelijk doen. Of je kunt ze niet goed tegelijk doen. Dus hoe meer dat je concentreert op een goede gedachte, een voorstelling, een beeld, een film, een boek, dat je daar met de goede dingen bezig bent, dan als je daar met de goede dingen bezig bent, kun je geen slechte gedachten meer hebben, want je bent met de goede bezig. Dat is het principe dat je dus dag en nacht moet bidden, moet mediteren, zoveel mogelijk mediteren. Dat je een meditatieboek moet hebben, dus waar je goede dingen leest en daar kunt over nadenken als je een tijd vrij hebt. Want de duivel gaat ons bekoren op het moment dat we niks te doen hebben. De luiheid is het oorkussen van de duivel. Wel, het niets doen ook. Hè. Dus in het niets doen moeten we telkens iets hebben. We moeten een onderwerp hebben van meditatie. En daardoor gaan we veel minder bekoord worden. En gestimuleerd worden om het goede te doen. Hè. Zoals in die heilige boeken staat, die we aan het lezen zijn. Wil men dus daarentegen een goede begeerte krachtiger maken, dan blijven men nadenken over de beweegreden die men heeft om dat goed te verlangen. Dat leert men voor in de tijden van Sint Ignatius. Hoe moet men goed mediteren? Overwegen. Hè. Beschouwen. De invloed van een idee vermeerdert als andere gelijke ideeën ze nog verrijken en verruimen. Aha, dat is weer een ander principe. De gedachte, het verlangen om zijn eigen ziel zalig te maken, wordt veel krachtiger wanneer daarbij nog het verlangen komt anderen zalig te maken. Zoals het voorbeeld van de heilige Franciscus Xaverius bewijst. Of een moeder die probeert haar kinderen tot betere gedachten te brengen. Die weet, ja, als ik naar de Heilige Geest leef, zal ik meer invloed op God hebben om meer genade te bekomen, ook meer invloed op mijn kinderen, het goede voorbeeld geven. Dus als ik mijn kinderen wil redden, moet ik zelf het goede voorbeeld geven. Die zal dus gestimuleerd zijn om naar de heiligheid te streven, om haar kinderen zalig te maken. Dus ze is niet alleen getrokken door de zaligheid op zichzelf, maar ook om de anderen die ze bemint ook zalig te maken. Bijvoorbeeld iemand wil zijn vaderland redden. Wel, er zijn geen mensen die meer goed doen voor hun vaderland dan heiligen. Houd je van je vaderland, word dan een heilige. Een idee, een ander principe. Een idee, een gedachte, bereikt tenslotte haar volle kracht wanneer ze blijvend, overheersend, een soort idee fix. Een idee fix, bijna een dwang, maar in de goede zin van het woord, een dwanggedachte wordt. Want een dwanggedachte, dat wordt dikwijls gebruikt voor iets verkeerd, dat men voortdurend iets voor ogen heeft, dat slecht is. En men kan er niet van af geraken. Juist omdat men daardoor gepassioneerd is. Dat is de oorzaak van een dwanggedachte, is een passie. Maar als het een goede passie is, bijvoorbeeld om heilig te worden, dan is die dwanggedachte is iets goed. Je bent gedwongen. Uw passie dwingt u om aan het goede te denken, om voortdurend te denken aan uw heiligheid, voortdurend te denken, wat is Gods wil hier? En hoe kan ik de genade bekomen nog meer om het goede te doen en voor mij en voor de anderen? Dus dat is een goede dwanggedachte, want de dwang kan u ook naar het goede richten. Je kunt jezelf dwingen om naar het goede te doen. Een soort idee fix, dat komt vanuit Frans, hè. Een vaste gedachte, die vast is, die niet meer weg, niet gemakkelijk of niet meer weg te krijgen is uit uw gedachte, die alle gedachten, alle handelingen beïnvloedt. Ah ja, vermissen dat voortdurend is, wel als dat de verlangen is naar de heiligheid, om God te beginnen steeds meer en meer, zoals in Therese van Lisieux, is dat prachtig, hè? Als dat voortdurend een zondige gedachte is, dat een ramp, dan is dat een ramp, hè? Zoals Judas, die zodanig gierig was tot hij Jezus Christus verkoopt, verraadt en dan zelfmoord pleegt. Dus dat is een ramp, hè? De passie van het geld. Dit ziet men bijvoorbeeld bij hen die maar één idee hebben. Zoals een bepaalde uitvinding doen.
Ja, die hebben daar echt dag en nacht voor gewerkt. Die waren voortdurend met dat bezig, vertelend aan de dingen aan geleerden die naar een uitvinding zoeken. Of in het bovennatuurlijke gebied, bij hen die zozeer doordrongen zijn van een grondstelling uit het evangelie, zoals: wil jij volmaakt zijn, verkoop alles en geef het aan de armen. Bij Sint Franciscus, die was van één grondstelling doordrongen, namelijk: zalig de armen van geest, want aan hun behoort het rijk der hemel. Wel, die heeft dat, tot de perfectie, tot het maximum toegepast. En die is dan ook heel, heel heilig geworden. Wat baat het, een ander principe, wat baat het de mens, zo hij de hele wereld wint? Je bent lid van de Rothschilds, je hebt 500 biljoen dollar, enzovoort. De hele wereld wint, maar zijn ziel verliest. Of schade veroorzaakt aan zijn ziel. Want de wereld gaat voorbij, maar je ziel die is eeuwig. Blijf je daarmee zitten, met die schade? Of nog, een andere grondstelling. Christus is mijn leven, zegt Sint Paulus. Zodanig dat zij richting geeft aan geheel hun leven. Men moet zich er dus op toeleggen een enige pakkende, overheersende, leidende gedachte diep in zijn geest te prenten. Dus leg u toe, maak uzelf gepassioneerd. Je kunt dat een beetje veroorzaken, stimuleren, hè? Stel u de hemel zo concreet mogelijk voor. God, Jezus Christus, Maria, de heiligen. Kunt gepassioneerd zijn, zoals de pastoor van Ars, in het lezen van heilige levens. Dus hij was geïnteresseerd in heilige levens, wel, hij is zelf heilig geworden nu. Dus leidende gedachten diep in zijn geest te prenten, ze daarna beknopt samen te vatten in een kernspreuk, waardoor men ze herhaaldelijk voor de geest kan stellen. Bijvoorbeeld, mijn God en mijn al. Dat zei Sint Franciscus voortdurend. Hè. Mijn God en mijn alles. Of tot meerdere glorie van God. Dat is een spreuk van Ignatius van Loyola. Tot meerdere glorie van God. God alleen is mij genoeg. Zoals Johannes van Kruis of Thomas van Aquino. Of die Jezus heeft, die heeft alles. Enzovoort enzovoort. Met een dergelijke lijfspreuk, iets dat u persoonlijk aanspreekt, zal het niet moeilijk vallen over de boze hartstochten te zegevieren en het nuttige goeden te gebruiken. De volgende keer zullen we het dan hebben over hoe de ongeregelde hartstochten bestrijden. Maar dat is een hele klus. Als men zijn hartstochten de basis, dan is, en men is naar het goede gericht, dan zit men in een Cadillac, hè, in een Cadillac naar de hemel. Dus als die passies allemaal op het goede gericht zijn, de liefde en de vreugde, de haat en de afkeer, liefde en de vreugde op God, de haat en de afkeer op de zonde, het verlangen op de hemel, de droefheid voor de zonde, over uw eigen zonde, de hoop op God, de vrees, de toorn, de stoutmoedigheid, de onverschrokkenheid, dus om alles voor God te doen. Dus al die hartstochten gaan we zien hoe dat we ze kunnen beteugelen. Dus, zijn er vragen ondertussen? Over hier, ja. Ik vond het een zeer interessante conferentie, omdat het alles wel samenvat eigenlijk voor de zondigheid te vermijden, want iedere zondigheid staat daar dus toch wel met een hartstocht of een... Iedere zondigheid gaat te werk met een hartstocht, ja. Of een hechtheid ergens, ja. Die ongeregeld is en dus met het verstand in overeenstemming komt en het geloof dus, want het geloof voedt het verstand, of zou het moeten voeden. Ja, ja. En daarom is het wel zeer interessant om die goede ideeën inderdaad als basis te nemen, om dan de slechte ideeën weg te krijgen en dan een soort idifix, is wel mooi, om die idifix te gebruiken om dan daar gepassioneerd over te zijn als het ware en dan vurig te strijden en te handelen en heel het leven door. En dat is natuurlijk, het is een mooie samenvatting van heel het leven. Ja, en je hebt nu samen met wat gemaakt van de
Aan de voordag. Oké, dus dan moeten we dat doen. Hè. Proberen dat dan ook in de praktijk te brengen. Ja. Iwans van Kruis die spreekt daarover. Hè, in zijn, hij maakt daar zijn lijstbeuk van ergens. Todo nada. Alles voor God en niks voor de schepsel. Of het zeggen betekent niks ongeregelds voor de schepsel. Alles voor God. Todo nada. Dat was zijn lijstbeuk. Wel, hij is ook heilig geworden. Hè? Goed, tot de volgende keer dan. Het gaat op YouTube staan. Deel het met andere mensen als je wilt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader in de hemel, zijt gij die zegt, naam je rijk komen, uw wil geschieden op aarde in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Niet ons in de koring, maar los van het kwaad. Wees gegroet, Maria van genade, de Heer is met u gezegend. Zit gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, voor ons aan de zondaars, nu en u van onze dood. Amen. Heilige God van Jezus, Heilige Jozef, onze heilige bewaarders, onze heilige patronen, alle engelen, Gods lieve heiligen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.